een nieuwe opleiding voor de leerlingen van kantoor en verkoop. Zij kunnen kiezen voor de module medewerker klantendienst. Die module is ontstaan door een samenwerking tussen het VVKSO en de contactcenters. Zij hebben gemerkt dat er in de contactcenters eigenlijk een tekort was aan personeel en dat er ook voor dat personeel geen gepaste opleiding bestond. Daarom hebben ze dat ingevoerd nu in het katholiek onderwijs. Ik ga de richting klantendienst doen omdat ik graag in gesprek ben met de mensen en dat ik vrij sociaal ben. Iemand is wel komen uitleg geven, maar ik weet niet echt wat het inhoudt. Enkel dat het te maken heeft met de callcenters en zo en mensen opbellen en iets te willen verkopen. En ik ben daar vrij goed in, dus. Goedemorgen bij Enerva. Waarom kan ik van dienst zijn? Het is echt een praktische opleiding. We hebben ervoor gekozen om een computerprogramma te ontwikkelen eigenlijk, een simulatieprogramma waarmee de leerlingen naar elkaar kunnen bellen. De ene leerling speelt dan de rol van de contactcentrummedewerker en de andere leerling die speelt dan de klant. En zo oefenen zij eigenlijk de reële situaties die ze later in een contactcenter ook gaan tegenkomen. Daarnaast gaan we ook werken met een cursus die wij ontwikkeld hebben samen met de contactcenters en daarna is de bedoeling ook dat ze er stage gaan doen. We hebben al een uitstap gemaakt naar een callcenter in Diegem en daar mochten we dan naast de mensen gaan zitten om te luisteren hoe dat zij te werk gingen daarmee. Wat ik dan eigenlijk verwacht van die richting is dat we zo van die soort simulaties doen en dat we zelf een beetje uitproberen om te verkopen via telefoon. In de simulatieomgeving gaan de leerlingen de klantengegevens bijhouden, gaan ze de verkoopacties in bijhouden. Dat is via een CRM-programma. Daarvoor hebben we een gratis licentie gekregen van Microsoft. We hebben ook gratis licentie gekregen van Office 365 met Link, zodanig dat de leerlingen met elkaar kunnen bellen en chatten, zoals het in een echt contactcenter ook het geval is. Ik denk dat deze richting ook goed is voor mensen die niet willen gaan werken in een callcenter later, omdat je in elk bedrijf wel een telefoon moet opnemen en dat is dan ook een voordeel voor hen. Ondertussen hebben al 200 gemotiveerde leerlingen zich ingeschreven voor deze opleiding en we hopen daarmee te voldoen aan de vragen op de arbeidsmarkt. Dank u wel, nog een prettige dag verder.